Het is paradoxaal, maar India is én de grootste democratie ter wereld, én een economische grootmacht in wording, én ook het land waar volgens officiële cijfers de afgelopen 20 jaar zeker 1700 mensen zijn beschuldigd van hekserij en vervolgens vermoord. In de deelstaat Assam, vooral bekend van zijn thee, werd deze week opnieuw een vrouw als heks ontmaskerd en door dorpsgenoten gelinst. Dat was alleen in die deelstaat de 9e vrouw in 6 jaar tijd. Erik de Maker is de 90ste vrouw in 6 jaar tijd trouwens. Erik de Maker is cultureel antropoloog, onderzoeker, docent aan de Universiteit Leiden. Kent die regio van India ook goed, hè, meneer de Maker? Ja, dat klopt. Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan, doe nog steeds onderzoek in Meghalaya en Assam. Assam ligt helemaal in het oosten van India. Assam is het de driehoekige punt land ten noorden van Bangladesh. Daar horen nog wel wat meer staten bij. Maar dus het is een stuk India wat boven Bangladesh gelokaliseerd is. En dat is heel erg groot eigenlijk. Gigantische, grote regio. En geloof ze vooral daar in die regio rond Assam in hekserij? Of komt dat in de rest van India ook wel voor? Nou, dat komt in de rest van India ook voor. Maar dat het zeg maar zo gewelddadig wordt, dat is toch wel vooral in Oost-India het geval. Dus daar, dat is Assam, maar het is ook Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand. Dus dat is Oost-India, zeg maar. Ja, want het is inderdaad gewelddadig. Dit was een wat oudere weduwe. Die is onthoofd uiteindelijk door dorpsgenoten. Gaat het meestal om onthoofden? Nee, want volgens mij, ik bedoel, wat ik ervan weet, gaat het over lynchpartijen. Dus mensen worden op de een of andere manier doodgemaakt. Die kunnen onthoofd worden. Ik denk dat dat wel vaker gebeurt, ja. Maar kan ook anders, maar ja. En waarom gaat het meestal om oudere, alleenstaande vrouwen? Dat is een goede vraag. De uitleg ervan is dat het mensen betreft die op de een of andere manier overgenomen zijn door een niet-menselijke entiteit. Een demon. Noem het een demon, noem het een god. Dat is altijd lastig natuurlijk. Moeilijk te bewijzen in elk geval. In ieder geval moeilijk te bewijzen. Maar die van hen op de een of andere manier die controle neemt over hen. En waardoor zij vervolgens andere mensen ziek zouden maken. Maar dat gaat natuurlijk over beschuldigingen. Dat gaat over andere mensen die zeggen dat iemand anders dat doet. En dat zijn verhalen die komen dan in omloop. En die verhalen die krijgen ook er is bijvoorbeeld een genezer of iemand anders. En die komt dan met bepaalde aantijgingen. Die zijn dan over het algemeen vrij vaag. Zo van ergens in de buurt van waar u woont, daar is iemand. En die doet slechte dingen. Of die doet niet slechte dingen, zeg maar. Die maakt mensen ziek. Ja. En gaan mensen daar al of niet in mee. En het punt is dat in die regio gaan mensen daar dus vrij regelmatig in mee. En dat aantal van 1700 wat u noemde aan het begin. Ja, dat is natuurlijk dat zijn de geregistreerde gevallen, zeg maar, wat bij de politie bekend is. Van, het gebeurt dus vaker, denk ik. Dat is wanneer het echt volkomen uit de hand is gelopen en wanneer iemand dus inderdaad gelinst is of en vermoord. Ja. Maar er zijn ongetwijfeld heel erg veel meer gevallen en verhalen in omloop waarbij dat niet op die manier uit de hand loopt per se. Hoe komt het dat een land dat toch ook bezig is zich heel snel te moderniseren als India op dit punt zo achterlijk is? Kijk, ik weet niet of ik het dat is een lastige vraag. Je zou kunnen zeggen dat het te maken heeft met juist ook met dat snelle moderniseringsproces. Dus dat komt omdat dat moderniseringsproces, dat zien wij vooral over het algemeen in de stad. Hè? En als mensen naar India gaan, dan zien ze al die nieuwe gebouwen en dit en dat. En dan hebben ze het over industriële output die groeit enzovoort. Maar ondertussen voltrekt zich een enorm radicaal veranderingsproces op dat platteland. Uh-huh. En dat veranderingsproces dat gaat aan de ene kant over bezitsverhoudingen veranderen. Maar er zijn ook sommige mensen die zijn veel succesvoller in dat ze, als er veranderingen zijn, dat ze daar gebruik van kunnen maken en anderen niet. En die, dat leidt tot veel frictie. Het leidt ook tot het transformeren van bestaande sociale verbanden. Ja, misschien is het wel zo dat die frictie ook daarin zich
tot uiting komt. Maar... En hoe vaak komt het gewoon voort in zo'n dorp uit eigen belang of jaloezie? Of is een weduwe waarvan de man net is overleden en die een huis heeft en land en dat kun je toe-eigenen? Ja, dat is natuurlijk lastig, want dat is, op die manier wordt daarover gepraat door de mensenrechtengroeperingen en door de NGO's die zich inzetten om aan dit soort kwaad een einde te maken. Maar mensen zien dat zelf niet in die termen. Mensen zeggen zelf niet van, ik bedoel, in een lokale situatie is eigenlijk dat verspreid, dat het geloof in dit soort van uitingen is heel wijd verspreid. Dus mensen zien dat niet als, dit is een strategie om iemand zijn land af te nemen. Mensen geloven echt dat iemand bezeten is door verkeerde geesten. Ja, dat is ook het ingewikkelde daaraan. Dat je het dus ook heel. Je kunt het verschijnsel eigenlijk ook niet ontkennen. Ik bedoel, omdat het de aanname dat dit soort dingen bestaan en reëel zijn, die zijn heel sterk. Ik bedoel, in mijn eigen onderzoek, wat in die regio was, waar heb ik valt mij altijd weer op hoeveel mensen die verhalen vertellen, die gaan over dit soort van gebeurtenissen. En dat zijn we hebben ook horrorverhalen hier. Die vertellen mensen aan elkaar. En dat is daar ook zo. Het gaat niet alleen over ongeletterden. Maar goed, voordat je mensen gaat onthoofden of levend gaat verbranden. Ja. Dat soort dingen zijn dus aan de orde van de dag daar kennelijk. Nou, ik denk niet dat het aan de orde van de dag is. Het is wel zo dat het veel voorkomt. En het is ook zo dat het voorkomt in een regio waar sowieso natuurlijk heel erg veel geweld is. Er zijn veel mensen die zeggen dat in Noordoost-India dat ook als gevolg van de etnische spanningen die daar zijn, maar ook de wijze waarop de staat zich daar manifesteert en zo, dat de hoeveelheid geweld die daar in dagelijks leven waar mensen mee geconfronteerd worden, is gewoon groot. Maar het is waar, het is extreem en het is ook verontrustend en ook ja, je mag hopen dat dat niet erger wordt. Maar er was nog een ander ding wat ik wilde zeggen. Ja. En dat is dat dit soort van die hekserij en dat geloof daarin, maar ook het soort van volksgericht, dat iets is waarvan mensen zeggen van ja, het neemt toe. Dat kan ook heel goed zo zijn. Maar ik denk ook dat het meer zichtbaar wordt. Want het kan ook heel goed zo zijn dat het vroeger ook al lang bestond, maar dat eigenlijk niemand er bezig was om dat te registreren. En daar speelt de Indiase overheid een hele belangrijke rol in. Omdat zij in toenemende mate, en ook gedwongen door alle mogelijke NGO's enzovoort, maar in toenemende mate eigenlijk dit serieus nemen. En daar ook op inspelen en proberen om daar ook iets aan te doen. En dat is natuurlijk heel, heel erg belangrijk. Want dat is de manier om het meer te controleren. Ja. Nou, ik drink voorlopig toch even geen Assam thee meer. Het valt me tegen daar. Mag ik u bedanken voor uw komst en de toelichting, Erik de Maker.